Ik heb gekozen voor de opleiding kunstgeschiedenis omdat ik eigenlijk begonnen ben met geschiedenis. Dat vond ik heel gaaf en super interessant. Wat ik hem daar een beetje in miste, was een soort vertaalslag naar echt het tastbare, naar de objecten en naar de kunst. Toen heb ik eigenlijk besloten om kunstgeschiedenis erbij te doen. Dat is een combinatie die ook best wel vaak wordt gedaan. Het is heel veel lezen en heel veel schrijven. Maar de onderwerpen zijn zo interessant dat ja, ik dook er eigenlijk vrij snel in. En ik vond het ook echt heel erg leuk om te doen. Je gaat heel vaak naar het museum of naar depots en dan krijg je echt een heel gaaf kijkje achter de schermen. En bijvoorbeeld ook restauratiewerkplekken ga je bekijken en echt in gesprek met heel veel professionals en heel veel experts. En dat zijn wel gesprekken of ja, plekken waar je normaal gesproken gewoon nooit kunt komen. Dat vond ik echt enorm gaaf om mee te maken. En in het tweede jaar maak je ook een hele grote excursie samen met z'n allen naar het buitenland. En dat is ook heel erg gezellig. Ga je naar Florence of Berlijn? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder.